Tien over half zeven 's ochtends, André. Goedemorgen, bakje koffie? Ja, laten we dat eens maar doen. Tien over half zeven. André, waar zijn we precies? Want je nam het er net mee in het Duitse naar het industrieterrein. Ja, we zijn daar bij de bloemengroothandel, A&A Bloemen. Hier is ook een kant op de bloemenaccessories. Er staan wild aan bloemen, allemaal kwaliteitsproducten. Nou ja, we gaan zo meteen een kaart pakken en dan gaan we de goede dingen uitzoeken voor de winkel die we goed kunnen verkopen. En we gaan weer zorgen dat de winkel vol is. Maar jij haalt al je handel hier? Alles hier. Zo. En dit is jouw broer samen met een andere ondernemer? Ja, met zijn compagnon. Ja. Kan hem hier wel gewoon pakken wat je nodig hebt en dat gaat hier al jaren gewoon. Al jaren zo, ja. Dus eigenlijk zitten we nu een winkelier die aan het winkelen is, zeg ik juist. Dat? Ja, juist. Ja, nou, oké, dus een beetje winkelen. Nee, maar dan moet je nou de straffen. Nee, zou ik dat eerst eens doen? Ja. En weet je van tevoren al wat je allemaal mee gaat nemen of ga je echt uitzoeken? Dus ik ga echt zoeken. Zijn wel producten die ik in bestelling heb van klanten. Oh, ik neem aan dat je ook gewoon... Die nemen we zo gelijk ook al mee. Maar ik neem aan dat je ook gewoon standaard wel rozen wil hebben. Die en, moeten we altijd hebben. Precies. Altijd 9 emmers, weet je wel, 9 soorten moeten we altijd hebben. Maar zie jij nou ook bijvoorbeeld als je binnenkomt al iets staan dat je denkt van oh, die zijn mooi, die neem ik nou eens een keer extra mee. Kijk, het staat hier ook allemaal mooi in blokjes. Ja, en we beginnen gewoon in dit blokje en we gaan zo helemaal die kant af. Ja, we gaan gewoon de kar vullen en we hebben zo'n 40, 50 soorten sowieso van deze kant komen. Dan nog rozen en dan gaan we nog een keer. Maar dan gaan we nog voor de losse bloemen. Voor de pluktuin. Ja, precies. Maar dat doe je natuurlijk ook. Dat kunnen plukken. Ja. Dat is weer een aparte afdeling. Nou ja, en zo komen we weer aan ons hele assortiment. En als je tussentijds leeg raakt in de winkel, dan kan je altijd hier weer bij gaan. Als dat zo is, kan ik altijd bellen. Dan kan het met spoed zelfs geleverd worden. Ja. Oké, nou super. Ja. Oké, interessant. Ja. Weet jij ook echt van alle bloemen die je pakt de namen? Dan, die wat paarse... Waar ik nu allemaal pak, dan weet ik het allemaal. Wat zijn die paarse dan niet? Een Brassicaan sierkooltje. Eigenlijk een uit de kluiten gewassen spruit. Echt? Twee lagen zijn gevuld. Het eerste gedeelte wat het assortiment is. En dat is dan voor de hele week of voor vandaag? Nee. Dat is morgen moeten we alweer wel goed bijvullen. We gaan halen, we moeten wel bijvullen. Jullie zijn de groothandel? Ja, dat klopt. En vertel eens, want jullie leveren aan heel Walcheren begrepen. Je komt natuurlijk bij André's Bloemen. Er komen hier mensen vanuit heel Walcheren, tot dan met vanuit Ierseke toe eigenlijk. Jullie zijn een grote speler hier? Ja. Nou ja, wij zijn een van de grotere. Ja. Er zijn er nog wel een paar meer, maar goed. We doen wel eigenlijk redelijk veel eigenlijk. Hoe lang zit jij al in het vak? Ja, hoe lang zit ik al in het vak? Ik doe het eigenlijk zo met de anderen eigenlijk vanaf onze jeugd al. Vanaf een jaar of 12 waren bij zijn vader en waar zijn we begonnen. Ja, jullie zijn gewoon dus, echt bloemen. We zijn eigenlijk echt een beetje blijven hangen. Dus wat dat betreft, jaartje 25 denk ik. Ja, dat is echt... Dus, dat is wel leuk. Ja, dat is toch mooi. Leuk dat je er nog steeds in actief bent. Ja. Mooi karretje zo, hè? Een prachtig karretje. Jij zet ze hier nou gewoon even klaar voor de mannen. Ja, en dan... gaat het straks verpakt worden in deze ruimte. Op water gezet en dan de bus in en dan naar de winkel. Dit is mooi. Waarom is dat mooi? Super roze. Dat is het beste van het beste. Ja? Dat is echt waar. Wat maakt deze rozen dan anders dan andere? Ja, een mooie grote kop, goede steel erop. Het is... Bieten hebben. Ja, het is eigenlijk... Dat is super. Ja, geen 5 stuks. 5 stelen, amaryllis. Ja, maar die heb ik weer gekregen voor 25 oktober. Dit zijn dezelfde facturen. Kom je langzaam... Hey, maar hout op stok. Houtjes op stok. Hey, maar dat gaat er eigenlijk helemaal nergens over. Nee, maar ja, dan komen we langzaam weer in de kerstgedachte. Wordt overal een beetje mooi en kan je dat in verwerken. Je knipt de stok af mooi in een stukje. Hartstikke leuk. Gaat dat een beetje hard, het hout op stok? Nou, hout op stok gaat overal in. Dat is altijd leuk. Blijf ook lekker En zijn jullie zoals broers ook nog dik met elkaar? Gaan jullie bij elkaar op verjaardag en zo? Of kennen jullie elkaar alleen van het zaken doen? Veel van het zaken doen. Ja, wij zijn een keer opgebrand als we thuis komen. Maar hoeveel jaar ouder ben jij?
Ik ben, veel andere 12, 13 jaar oud. 13 jaar oud. Stond jij vroeger ook bij de kiosk en de... Ja, bij de kiosk ook weggestaan. En op de markt. Ja. Mee, ja. En Bodenhuis. De tijd van de vlaggetjes nog. Daar ben ik nog van, ja. Mijn vader ook, hè. Ja, dat Bodenhuis natuurlijk jarenlang, hè. Ja, en mijn vrouw heeft de verbeelding gedaan, hè, in de Wijngaardstraat. Oh, echt waar? Dat heeft mijn vrouw 25 jaar gedaan. Hè. Ah. Kijk, ze vallen dingen altijd weer op hun plek, hè. Dus het is allemaal wel familieachtig. Ja. Nou zijn we compleet. We zijn compleet. We gaan op reis. Hey, dank jullie wel voor de ontvangst. Ja, snel. Nog een hele mooie dag. Het was aangenaam, heren. Ja, even een handje nog. Okay, en een fijne dag nog, hè. Nou hoor. Hoi. Denk aan je lamp, hè. Ja. Hoi. André, nu zijn we om 6:50 vanochtend begonnen in... want ik heb alleen maar stakieken natuurlijk. Ja, koffie gedronken. Maar we zijn nu, het is nu 1:08 denk ik. Tegen 8, hè? Tegen 8. Nu ben jij gewoon spik en span open. Om 10 uur spik en span, strak open, met een mooie verse stalhandel. Ja. Geen bosoude bloemen erin, het is allemaal gewoon kraak en kraak vers, je hebt het gezien. Ja, precies. Beter mooie, kan niet. Mooie bloemen. Mooie beste bloemen. Van beste. Ja, beste van beste. Hey, en André, maar nu, je bent nu lid geworden van de VOM, je bent eigenlijk weer terug, hè? Dat was je vroeger ook al. Ja. Nou, je hebt natuurlijk ook van alles meegemaakt, hè, met het bedrijf van je vader en vroeger op de markt. Klopt. Maar nu, jij zit, hoe lang zit jij nu in de Sint-Jansstraat? Vanaf 1 december zitten we hier 3 jaar. Ja, nee, dat... Ja. Eigenlijk supergoed. Ja, bevalt het je allemaal? Ja, super, super. Want je hebt gewoon, je hebt gewoon eigenlijk heel de draad weer opgepakt. En, juist, gewoon bloemen verkopen, doen waar we goed in zijn. We zijn goed in bloemen. Ja, en dat is gewoon wat we doen. En dat is gewoon wat we graag willen. En, ja, ik vond het ook leuk om te zien hoe je dat... Ik wist eerlijk gezegd helemaal niet dat je broer zo in die business ook zit. Die zit er ook al nog veel langer dan ik eigenlijk, zeg maar. Maar hij zit weer meer aan de achterkant met de inkoop. Daar is hij heel goed in. Ja, en ik ben gewoon beter in de verkoop. Ja, ze maar toch, wat ik eigenlijk het allermooiste vind is dat die bloemen, dat zit eigenlijk gewoon bij jullie in de genen. Hè? Dat doen jullie je hele leven lang. En, ik zou ook niet weten wat er anders moet gebeuren, zeg maar. Maar jullie, jullie weten echt hoe het werkt. En, Ja, eind van de maand dan zit het gewoon vol. Dan zit je vol in de kerst. Dan, dan heb je geen takje gewone bloemen meer, maar dan zit het toch allemaal een kerstweertje. Nou, dan gaan we zo. We gaan gewoon actief naar het jubileum van 3 jaar. Hey, dankjewel nogmaals. Dankjewel. Jij ook bedankt. Ja, Meinsbergen, jij kan filmpjes maken. Wij kunnen het ook. Dit is het karretje van vanochtend. Het staat er weer strak bij.